Kinderen op allerlei plekken in de wereld merken dat ons klimaat verandert. Kinderen die in het oerwoud wonen, in de woestijn in Afrika of op de Noordpool. En hun verhalen staan in dit boek, Help, mijn iglo smelt. Hallo, ik ben Jimmy, ik ben een inuk. Because it's getting warmer, the ice smelting and the iglo smelting too. Jean-Marie is een van de kinderen die last hebben van de opwarming van de aarde. Kinderen uit groep 8 van basisschool De Parkiet in Den Haag krijgen zijn verhaal te zien en te horen op dvd. Dit soort verhalen is nu te lezen in een boek. De schrijvers ervan kwamen vanmorgen op bezoek hier in de klas. Ja, die kwamen vertellen over het boek en zo en wat voor reizen ze hadden gemaakt om dit boek te schrijven. Het gaat over 4 kinderen die te maken hebben met klimaatproblemen. Je hebt er vast wel eens iets over gehoord. Klimaatverandering. Door al onze uitlaatgassen en vervuiling warmt de aarde langzaam op. In Nederland merk je daar nog niet zoveel van, maar andere kinderen in andere delen van de wereld, die merken er heel veel van. En die staan in dit boek. De makers van het boek willen kinderen in Nederland laten zien hoe erg de klimaatverandering is voor kinderen die in verre landen wonen. Zij dachten van nou, is het dan niet een idee om dat gewoon aan kinderen zelf te vragen aan de andere kant van de wereld? Hoe dat, wat dat inhoudt. Wat zij vertellen is bijvoorbeeld een Eskimo-jongen. Ja, het ijs smelt hier, waardoor de ijsberen verdrinken. En er is ook een woestijnmeisje en die vertelt, het droogt hier op, het water droogt op. En onze dieren gaan dood van de dorst. Ook over dat woestijnmeisje hebben de makers een filmpje meegenomen. Dit is er, Halima uit Ethiopië. De kinderen vinden het belangrijk dat verhalen zoals die van Halima verteld worden in dit boek. Ik vind het wel heel goed, want dan snappen mensen wat er met de klimaatverandering is. En dan kunnen ze er misschien iets aan doen. Ja, het is wel goed om de kinderen te laten lezen en ook volwassenen wat er nou in de wereld gebeurt. De schrijfster is zelf naar de landen van de kinderen toegereisd om ze op te zoeken. De kinderen uit groep 8 hebben dan ook veel vragen voor haar. Wat vond u het allerergste probleem? Wat vond ik het allerergste probleem? Nou, ik denk dat ik het voor het meisje in de woestijn, Halima in Ethiopië, vond ik het wel het allerergste. Net als de schrijvers hopen de kinderen dat mensen na het lezen van het boek meer rekening houden met het klimaat. Nou, dat kinderen zich ook realiseren dat er iets misgaat en zo. En dat ze er dan ook wat aan gaan doen. De kinderen hebben mazzel. Aan het eind van de ochtend kregen ze allemaal een boek mee naar huis. Ja, het boek is in de winkel te koop voor €19,95. Maar wij verloten er eentje. Dus als je het wil hebben, dan moet je even een mailtje sturen.